Veteranendag is dat alle veteranen van langskomen en ja, elkaar voorzien. Eigenlijk gaat het gewoon over militairen die in het buitenland missies hebben gedaan. Ik heb in de jaren 90 in Joegoslavië gediend, voormalige Joegoslavië. Daar was een burgeroorlog aan de gang. Waar denkt u aan tijdens Veteranendag? In Oekraïne gebeurt nu hetzelfde wat ik in mijn jeugd meegemaakt heb. En dat is, daar moet ik vaak aan denken. Gewoon heel veel gesproken met veteranen. En leerzaam, want je ziet al die militairen die gevochten hebben voor allemaal vrijheid. Welke medaille heeft u gekregen? Ik heb geen medaille gekregen, maar ik heb een speldje gekregen omdat ik vorig jaar op uitzending ben geweest naar Mali. Dus dat speldje gaat straks een plek krijgen op een van deze medailles. Ik vind het heel goed dat we dit met elkaar vieren, dat we dit herdenken. En ik vind het ook goed dat we de jeugd, zoals jou, erbij betrekken. Zodat jullie ook beelden en geluid krijgen wat we eigenlijk allemaal aan het doen zijn. En wat ik zou willen meegeven is dat ik denk dat het in deze wereld nooit helemaal vrede en veilig zal zijn. Ik denk dat wij daar wel heel goed toe doen, zeg maar, op dat gebied. Wees vriendelijk voor iedereen. En net zo goed als je voor jezelf vriendelijk kan zijn, moet je dat ook voor de ander zijn. Het heeft weinig zin om ruzie te maken of wat dan ook. Weet je, doe het vooral samen met elkaar, want dan bereik je ook veel meer. Hey! Te gek. Wat vindt u ervan dat er vandaag kinderen bij zijn? Dat vind ik ongelooflijk mooi. Want je wilt dat, weet je, wat de mensen hier doen die we vandaag eren, die doen hele spannende dingen voor ons allemaal. En het is dan zo belangrijk dat juist ook jullie, als de allerjongste in Nederland, dat ook laten zien. Dat jullie ook dat respect hebben. Dus dat vind ik echt heel bijzonder. Het voelt goed dat er toch wel heel veel mensen achter het militaire zijn. Ze hebben wel echt wat gedaan. En dat vind ik wel heel bijzonder en belangrijk.